riante vierkantshoeve tussen de bloesems in Alken. Aan de straatkant kan je genieten van een mooi zicht op de plantages, maar ook de achterliggende tuin is meer dan de moeite waard. Dag Sabrina. Dag Annemie. Je hebt mij vandaag wel naar een idyllisch plekje gebracht, hè? Ja, een mooie vierkantshoeve in Alken. Recht tegenover fruitplantages en boomgaarden, dus heel rustig gelegen. Het ziet er een gigantisch groot huis uit. Hoeveel vierkante meter? Ja, het is toch wel een 800 vierkante meter, alles bijeen. Ja, dus echt wel een serieuze oppervlakte. En is het heel oud? De woning is van 1934, maar dan in 2005 hebben ze wel al gerenoveerd. Dus. Oh ja. Ik zie hier ook allemaal kleine deurtjes. Zaten hier vroeger dieren? Ja, dieren of een hooizolder. Het is echt wel een hoeve geweest. Dus, ja. Ja, ik ben heel benieuwd. Laat het mij maar eens zien. Voilà, c'est de income hall. Hoevenstijl, hè? Dat is duidelijk. Ja. Dat vind ik nu al mooi, hè? Ja. Houten vloer. Houten plankenvloer en dan mooie brede gangen. Ja, ook altijd handig. Ja. Slaapkamer? Ja, een eerste slaapkamer van de vier. Ja. En daar hebben we dan de eerste badkamer. Ah, ja. Dus volledig geïnstalleerd. Ik zie daar precies een koninklijk bed of zo. Ja, dat is inderdaad al een zeer grote slaapkamer met dressing. De typische balken. Ja, die worden doorgetrokken door de hele woning. Eigenlijk beneden hebben we dat ook. En dan daar achter die deur zit de badkamer. Ah ja. Dus dat is dan een tweede badkamer, ook volledig geïnstalleerd. De eigenaars die hebben eigenlijk de woning al vrij goed gerenoveerd in 2005. Wauw, die is wel heel groot, hè? Ja. Wow. Ja, dit is eigenlijk wel ideaal om een bed and breakfast te beginnen, niet? Ja, inderdaad. Dat is hier zeker mogelijk. Ik heb al heel veel kamertjes gezien. Dit is zo groot dat je dit in tweeën zou kunnen delen. Ja. En dit was een dressing, zei je? Dat was een dressing, ja. Voilà, dan zullen we nu naar de andere kant gaan. Ja. Alweer groot eigenlijk. Ja, inderdaad. Veel gebruik je als slaapkamer of als bureau. Het blijft komen, hè? Ja, het blijft komen boven. En hier hebben we dan ook nog een mooi zicht op het binnenplein. Ah ja. Misschien ook wel ideaal voor kantoorruimtes of zo? Ja. Nu, er staan ook geen meubels in, dus dan moeten we er nog zo'n klein beetje bij denken. Ja. Maar er is wel ook overal tv-aansluiting voorzien en een internetaansluiting. Dus het voldoet wel aan alle normen van comfort. Oké. Okay. En dan zullen we beneden eens gaan kijken. Daar wacht ook een leuke verrassing. We komen in het wellnessgedeelte. Amai. Mooi verwarrend binnenzwembad. Dat is altijd moeite, hè? Ja. Achterin heb ik ook nog een sauna, dus het is hier genieten. Ja, zo'n zwembad is wel handig, hè? In België waar de zon nooit schijnt. Ja, dat is ook. Oh, heerlijk. Nog een jacuzzi. Ja, en die ramen kunnen allemaal open, dus dan kun je zo buiten echt naar binnen halen. De leefruimte. Dit is de echte living. Ja, dus dit is echt de living. Voor de gezelligheid hebben ze er een vlam op een haard in gezet. Altijd fijn, hè? Ja. En ik zie al een stukje van een tuin. Ja, je hebt hier komt ook vrij veel licht binnen, dankzij de ramen dan. Ook weer mooi met zicht op de tuin. De zon schijnt, gaan we ervan profiteren? Ja, we zullen naar buiten gaan. Hier achterin ligt nog wel een ontbijthoek, een bijkeuken en natuurlijk een dubbele inpandige garage. Die is er ook nog aanwezig. Maar we gaan nu de tuin ontdekken. Annemie geniet deze week van de prachtige bloesems die onze provincie rijk is. Ze bezoekt deze riante vierkantshoeve in Alken. Aan de straatkant kan je genieten van een mooi zicht op de plantages, maar ook de achterliggende tuin is meer dan de moeite. Laten we dit dan maar de hemel noemen, zeg? Ja, een hele tuin, hè. Het totale perceel is toch wel een 33 aren. Dus, geweldig. Ja. En helemaal mooi is de bloesemen. Ja, er staan verschillende bomen in, fruitbomen, okkernotenbomen. Alles is al volgroeid, ook weer helemaal geen inkijk. Heerlijk. Ja. En het uitzicht is... Ja, daar heb je terug opnieuw die plantages en de boomgaarden. Ook volledig zuidgericht weer, voor zonnekloppers, dus de ideale locatie. En ik dacht dat het huis al groot was, maar er is nog een huis. Ja, eventueel gastenverblijf of de kinderen die graag toch apart gaan wonen, dus kan nog van alles zijn, ja. En als je dan kinderen hebt die nog meer lawaai maken, dan steken ze daar of zo? Dan steken we ze daar. Dat is de bergplaats eigenlijk, of tuinberging, ja.
Wat ook heel mooi is, dat doen ze hier ook, dat is zo'n dubbele haag. Dus eigenlijk toch echt ideaal voor een bed and breakfast. Ja, de oppervlakte is er binnen al, gelijk we daar straks zeiden. En buiten, ja, ook uiteraard. Hè. Ik denk dat mensen van heel ver willen komen om hier te gaan fietsen. En onderweg pik je nog een appel of een pink. Ja! Hè? 800 vierkante meter groot. Een tuin die echt oneindig is. Hoe zit dat qua prijs? Valt dat nog te betalen? Of? Ja, de vraagprijs hier is €925.000. Ja. Ja, hoe wordt zoiets eigenlijk bepaald? Ja, eigenlijk zijn er drie dingen die heel belangrijk zijn bij een schatting. En dat zijn ligging en jawel, nog eens ligging. Echt, ja? Ja, ja, ja. En in dit geval ligt de woning in Alken, wat een omliggende gemeente is van Hasselt. En die zijn echt wel heel erg in trek. Vandaar dat de waarde ook de laatste jaren toch wel omhoog gegaan is. En dan de woning zelf, die wordt eigenlijk in waarde geschat op het aantal vierkante meters. En ook op de afwerking per ruimte. Ja, er wordt nu hier ook wel rekening gehouden met het zwembad. De sauna, ja. En ja, heel het wellnessgedeelte. En als we dan duidelijk allemaal in rekening brengen, dan komen we op een indicatieve waarde. En die indicatieve waarde moeten we dan nog aan de realiteit gaan toetsen. Dus is er veel vraag, veel aanbod? Hoe zit de markt op dit moment? En als we daar rekening mee houden, dan komen we op een commerciële waarde. En in dit geval is dat die €925.000. Ja. Dat is de geld wel waard. Hè. Je kan er heel veel van maken, maar ja. Nog een beetje sparen zeker? Ja.